Jan van Loon, gisteren voorspelde jij op de lange afstanden dat Bart Swings en Francesca Lollobrigida de wereldtitel zouden pakken. Maar ze kregen uiteindelijk zilver. Ja, ik zat er toch best wel dichtbij. Ik vond het best wel knap van mezelf. Ik had eigenlijk gedacht dat Bart het zou redden, maar Cugifante was gewoon duidelijk de beste. En datzelfde gold eigenlijk voor de Colombiaanse dames. Die waren oppermachtig en ik denk dat Francesca best tevreden kon zijn met een tweede plaats. Vanavond staat voor de junioren de afvalkoers op het programma. Wat verwacht je ervan? Ja, dat wordt wel spannend. Er staan maar 12 rijders in de finale. Dat heeft alles te maken met de jeugd-Olympische Spelen. En we krijgen voor Nederland Anna van der Bos. Die heeft tot nu toe nog niet echt een heel gelukkig toernooi. Ja, wie weet kan zij wel verrassen. Het is natuurlijk wel echt een wereldtopper. En weet je, een top 5 notering, dat zie ik wel voor haar mogelijk. En dan hebben we ook nog Teun de Wit en Marijn Schepenkamp, die samen bij de laatste 12 zitten. Die kunnen natuurlijk samenwerken in de finale. Het zal voor Marijn ook heel belangrijk zijn. Hij staat er goed voor om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Dus ik mik voor Marijn op een top 5 plaats. En dan hebben we ook nog de relay voor junioren en senioren. Waarbij alleen de junioren heren in de finale staan. Ja, de junioren heren reden fantastisch zonder Janno Botman. Dat is natuurlijk heel jammer. Hij brak zijn sleutelbeen, maar de andere drie jongens hebben het heel goed opgelost. Ze wonnen de heat en ik denk dat ze wel een van de favorieten zijn voor het goud. Maar een medaille, de eerste medaille voor Nederland, dat zou natuurlijk al fantastisch zijn. En we zagen ook de senioren heren die heel erg goed reden, echt in de serie des doods zaten. En ja, ze redden het helaas net niet, dus dat is wel heel erg jammer. Dus we richten onze pijlen vanavond op de junioren jongens in de relay. Nog even terugkomend op Lollobrigida. Hoe gebrand zal zij zijn om zich hier weer te laten zien? Italië is gedisqualificeerd in de series, dus die zien we niet terug in de finale. Dus ik denk dat we een heel getergde Lollobrigida zien op de weg straks.